Ja, mijn vader zei op een gegeven moment: jullie zijn mijn kinderen, jullie zijn donker, maar ik zie geen kleur. En dat is aan de ene kant super lief dat hij dat zegt, want dat ziet hij ook niet, want wij zijn gewoon zijn kinderen. Maar aan de andere kant zei ik tegen mijn vader dat dat, hoe lief, ook een beetje naïef is. Want ook al zie jij mijn kleur niet, zodra ik naar buiten stap, ziet een ander mijn kleur wel. En ik voel het misschien niet zo, omdat ik natuurlijk witte ouders heb. Maar ik word altijd, altijd aangesproken of benaderd, ook op mijn kleur. Iemand anders, een blank kindje, wees mij erop dat ik donker was. En die vroeg: waarom ben jij donker en is jouw moeder wit? En dat begreep ik helemaal niet. Ja, ik wist gewoon niet dat ik zwart was. Ik was gewoon een kind van mijn ouders. En dat zijn gewoon mijn ouders. Dus toen ging ik naar mijn moeder en heb ik gevraagd van: hoe kan het dat jij wit bent en ik zwart? En toen moest mijn moeder mij dus uitleggen dat ik geadopteerd ben en dat ik niet uit haar ben gekomen, maar dat ze met heel veel liefde op ons hebben gewacht. Eigenlijk een beetje triest, maar ook wel weer tekenend, dat je altijd door een ander wordt gewezen op hoe anders jij dan bent. Ik was eigenlijk altijd heel onbezorgd rond Sinterklaas, vond het ook echt heel erg leuk, maakte ook verder die associatie helemaal niet. En toen op een dag, ik denk dat het misschien in de week voor Sinterklaas was, werden mijn middelste broer en ik uit de klas gepikt en werden in Zwarte Piet pakjes gehezen. Want het leek de leraren wel leuk als wij dan langs de klassen zouden gaan met een soort van strooigoed als Zwarte Piet. En er werd bij gezegd, en ik kan me dit nog zo goed herinneren, dat erbij werd gezegd: jullie hoeven je niet zwart te sminken, want jullie zijn toch al zwart. En dat was voor mij een van de vernederendste dingen die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Omdat ik voelde me zoveel, nou laat ik het zo, het gevoel dat ze mij gaven was dat ik minder was dan de rest. En opeens werd het labeltje zwart op ons geplakt, terwijl wij altijd gewoon de kinderen van de klas waren. Maar opeens werd er op mij en mijn broertje het labeltje zwart geplakt en had ik het gevoel dat ik als een aapje de klasse rond moest voor een andermans entertainment. En dat heb ik echt als vernederend ervaren, juist ook omdat ik een entertainer ben. En dat is wat ik het liefste doe. Alleen nu werd er een labeltje op mij geplakt en was het van: dans maar, aapje, dans maar. Zo voelde het. In mijn puberteit vond ik het zo lastig dat ik niet op mijn ouders leek, niet op mijn broers leek, niet op mijn vriendinnen. Dat is het enige wat je zoekt. Een soort van, weet je, die herkenning van: oh, er zijn meer zoals ik. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld dat ik had kroeshaar vroeger. En mijn vriendinnen waren of Nederlands, of Surinaams, of Indisch. En die hadden allemaal of krullend haar of mooi lang stijlhaar. En het klinkt misschien heel raar, maar ik denk dat mensen die bijvoorbeeld ook kroeshaar hebben gehad, het misschien wel zullen snappen. Mijn haar bewoog nooit. Dat is misschien heel gek, maar als je dan buiten liep of we waren aan het dansen, dan konden zij echt zo flippen met hun haar. En mijn haar deed dat niet. Daardoor, haar is voor mij echt een ding. Haar is voor mij echt een ding. Ik ben altijd bezig met mijn haar. Ik weet van mezelf dat dat komt omdat ik dat vroeger moeilijk vond. Omdat ik niet mensen had die ook kroeshaar hadden. Ik zag geen mensen op tv die ook kroeshaar hadden. Als iemand mij vraagt waar ik vandaan kom, zeg ik altijd uit Colombia. En dus dat, ik voel me ook Colombiaans, maar ik voel me een Colombiaanse Nederlandse vrouw. En daarna zeg ik pas uit Groningen. Maar ik zeg altijd eerst dat ik uit Colombia kom, ja. Ik wil heel graag zeggen dat er momenten zijn dat ik me echt Colombiaans voel. Maar dat is eigenlijk een beetje natuurlijk onzin.
Want ik weet niet wat het is om Colombiaans te zijn. Maar ik denk dat je diep in je kern je zo voelt. Mijn roots zijn natuurlijk gevestigd in Nederland. Dat is echt waar ik me gewoon echt thuis voel, waar ik op mijn gemak ben. Omdat ik weet dat mijn familie daar is, maar ik mis iets. Er is iets essentieels, een klein stukje wat niet ingevuld is nog. Want ondanks dat ik me heel Nederlands voel, ik ben natuurlijk wel een donkere vrouw. En ik word in Nederland ook benaderd als een donkere vrouw. En ik identificeer me ook als een donkere vrouw. Ik ben alleen niet donker opgevoed. Kijk, mijn gevoel over de rollen waar ik in ben gecast is ten eerste dat ik een aantal van de mooiste shows ter wereld heb mogen spelen voor donkere mensen. Dus voor donkere vrouwen heb ik eigenlijk een aantal van de mooiste rollen mogen spelen. Maar tegelijkertijd beperkt mijn afkomst mij ook in het spelen van andere rollen. En er wordt, vind ik, nog een beetje te veel gecast op het plaatje. Ja, een voorbeeld is dat ik op kantoor zat bij mijn werkgever en we hadden het over Beauty and the Beast. En dat er mij gewoon werd verteld dat ik echt wel geschikt zou zijn om Belle te spelen. Alleen niet het eerste seizoen, want Belle was natuurlijk wit. En dat ik daar zat en dacht, maar Belle bestaat helemaal niet. Er wordt soms zo krampachtig vastgehouden aan dat plaatje. Aan dat plaatje van witte mensen, witte mensen, witte mensen. Dat ik denk, ja, maar dat is onze maatschappij helemaal niet meer. Ik denk dat de rol die afkomst in mijn leven speelt in verschillende fases van mijn leven verschillende plekken heeft ingenomen. Toen ik jonger was, deed het er niet toe waar ik vandaan kwam. Turks, Indisch, Moluks, Javaans, you name it. We waren allemaal hetzelfde. Toen ik ging werken in dit vak, was het opeens wel een ding, want het werd altijd benoemd. Ja, de donkere Caroline Dijkhuizen, de Colombiaanse Caroline Dijkhuizen. En nu gaat voor mij, ik ga richting de 40, de afkomst gaat over mij. Over niet zozeer dit, maar over hoe ik mij voel van binnen. Daar ben ik nu mee aan het werken. En ik probeer gewoon zoveel mogelijk wat andere mensen vinden van mijn afkomst. Of hoe andere mensen daar naar kijken, los te zien van hoe ik me voel over mijn afkomst. Want mijn afkomst is Piet en Treinie, boerenkool en boterham met pindakaas. Maar ook Colombiaanse muziek, Latijns-Amerika, you name it, weet je wel. Donker zijn. Afkomst is nu van mij, in mij, hoe ik mij voel.